In Nederland zijn er zo'n 1,5 miljoen mensen die de Nederlandse taal niet goed beheersen. Tijdens de landelijke week van de alfabetisering vinden in de provincie Groningen verschillende activiteiten plaats om dit aantal te verminderen. Zo konden mensen bij de GGD en verschillende wijksteunpunten binnenlopen. De week van de alfabetisering is een week waar je de aandacht geeft aan mensen die Nederlands niet goed begrijpen of kunnen lezen of kunnen schrijven. Dus het is een week waar je dus echt aandacht geeft om, acties om dat te verbeteren. De GGD Groningen hield vandaag een gratis inloop. Daar kwamen enkele belangstellenden op af. Bijvoorbeeld een man die over zijn vader, die zich helemaal niet meer kon redden in het Nederlands en die bij de supermarkt zelfs problemen heeft. En die hebben naar een STIP verwezen. Dat is een club, dat zijn elke wijk heeft er één. Dat is een punt waar je met dat soort vragen terecht kunt. En die kunnen verwijzen naar plekken waar ze kunnen helpen. Taalproblemen komen voor op alle leeftijden. Maar wat zijn de meest voorkomende problemen? Vaak is het een combinatie van heel veel problemen. Bijvoorbeeld je hebt geen baan of je bent slecht opgeleid of je hebt een slecht sociaal netwerk. Het kan van alles zijn. Er zijn ook heel veel mensen die dan bijvoorbeeld de lagere school afmaken en daarna niet meer. En die daar wel doorheen zijn gelopen, maar dan toch niet goed Nederlands spreken. En een drempel dat wil ik niet aan mijn omgeving laten weten. En vaak is er ook schaamte van, hoor eens, ik red me niet in het Nederlands, maar niet willen toegeven. Er zijn verschillende oplossingen. Het Alpha College geeft trainingen voor volwassenen. En daar kun je dus als volwassene een training krijgen om, en dat doen ze echt op maat, van wat is je niveau en dan kunnen ze veel meer Nederlands leren. De landelijke week van de alfabetisering duurt nog tot en met komende zondag 14 september.